De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, heeft op vrijdag 21 augustus 2020 een bezoek gebracht aan staatsolie. Dat wij als aandeelhouder enorm vereerd zijn om hier aanwezig te zijn. Het is voor ons de eerste aandeelhoudersvergadering. En die zullen er nog meer volgen. En die zullen de president vaker zien. Agenda punt 3 luidt als volgt. Uittreden leden huidige raad van commissarissen en benoeming nieuwe leden. Voor wat betreft het uittreden van de huidige raad van commissarissen en benoeming van nieuwe leden, wil ik in de eerste plaats de leden die uittreden vandaag van harte bedanken voor het werk wat zij verricht hebben. Namens de staat, en ik wil hen met name ook complimenteren voor het goede overleg, voor je goede communicatie die ze gehad hebben met de directie. En dat wij zeker, ook op basis van het verslag wat wij gehad hebben, ons werk als nieuwe raad zullen baseren op datgene wat ze achtergelaten hebben en datgene ook wat ze als vervolgtraject ook aan ons hebben meegegeven. Zoals de president daarnet heeft gezegd, willen we de raad bij staatsolie die zo aanstond gaat aftreden bedanken voor hun goede werk, toezicht die ze hebben gehouden op staatsolie en ook de goede communicatie met de leiding, de directie. Alle goede werk wat jullie hebben gedaan, gaan de nieuwe raad voortzetten. En ik hoop dat ook de nieuwe raad alles wat jullie hebben gepland om dit bedrijf gezond te maken, zal gaan doorzetten in die trend. Paramaribo 21 augustus, onderwerp benoeming nieuwe RVC bij de Staatsolie Maatschappij Suriname NV. Wordt de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gehoord, de directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, gelet op de begroting van uitgaven van het departement van Natuurlijke Hulpbronnen 2, de statuten van de Staatsoliemaatschappij Suriname NV. 3. De beslissing van de Raad van Ministers in zijn vergadering van 12 augustus 2020, vervat in de missieve van 19 augustus 2020, nummer 78a, les RVM. 4. De AFA gehouden op 21 augustus 2020, overwegende. Dat de regering zich ondersteund ziet door een raad van commissarissen die toezicht zal houden op de bedrijfsvoering bij Staatsolie Maatschappij Suriname NV. 2. Dat het derhalve noodzakelijk is om een nieuwe raad van commissarissen te benoemen bij de Staatsolie Maatschappij Suriname NV. Heeft besloten te rekenen van 21 augustus 2020 een nieuwe RVC te benoemen voor Staatsoliemaatschappij Suriname NV, bestaande uit 1. De heer Leo Brunswijk, president-commissaris. 2. De heer Jimmy D. Boussaid. 3. De heer Nawin R. Nanan. 4. De heer Harry Dorini. 5. Mevrouw Gonda Asadang. 6. Mevrouw Melissa Santokhi. En er zou nog een zevende van de bond moeten zijn, maar die. Ja, meneer Café. Die naam. Oh, meneer Café. Meneer Café. Dan zouden we die naam
ook als toevoegen meneer Café als nummer 7. 2. Te bepalen dat de remuneratie aan de president, commissaris en de leden van de raad overeenkomstig de statuten van Staatsoliemaatschappij Suriname NV zal worden vastgesteld. 3. Van deze beschikking afschrift te zenden aan de vicepresident van de Republiek Suriname, aan alle ministers, de Rekenkamer van Suriname, de directeur van Financiën, de directeur van het kabinet van de president van de Republiek Suriname, de directeur van het kabinet van de vicepresident, de directeur der belastingen, de directeur van natuurlijke hulpbronnen, de directeur van Staatsoliemaatschappij Suriname NV en belanghebbenden. Getekend de minister van natuurlijke hulpbronnen, Dr. Anders David Abiyamofo. Graag richt ik als vertegenwoordiger van de aandeelhouders in het kader van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders kort een woord tot u. Op 13 december 1980 werd Staatsoliemaatschappij Suriname, NV, meer bekend Staatsolie, opgericht. Met de staat als enige aandeelhouder. Staatsolie is een staatsbedrijf en voor lange tijd een voorbeeld van vertrouwen in eigen kunnen. Staatsolie is ook een naamloze vennootschap, welke uit hoofde daarvan een commerciële en prudente bedrijfsvoering moet realiseren. In het kader van de juiste constitutionele verhoudingen valt de beleidsverantwoordelijkheid voor de staatsbedrijven en daarmee de beleidsverantwoordelijkheid voor Staatsolie toe aan de bevoegdheden van de president. Deze regeringscoalitie is een belangrijk resultaat van een politieke transformatie, welke enerzijds het begin van het einde van een bepaalde politiekvoering en de intrede van een nieuwe en frisse wind inluidt. Ons handelen en doen wordt bepaald door het belang van Suriname en het Surinaams volk. Ons beleid is een resultante van eenheid en leiderschap. Eenheid in bestuur, eenheid in beleid en good governance. Een aanpak en beleid dat ertoe moet leiden dat structurele onevenwichtigheden en zwakheden in ons denken en doen langzaam maar zeker hersteld worden. Deze regering staat voor goed, transparant en duidelijk bestuur. Bestuur waar nationale en buitenlandse investeerders vertrouwen in hebben. Suriname kan onder goed leiderschap een regering gebaseerd op de principes van een democratische rechtsstaat, vrij van corruptie en criminaliteit, weer met trots en waardigheid participeren aan het internationaal handels- en kapitaalverkeer. Due diligence zal onder deze regering geen probleem zijn. De regering is bijzonder trots op Staatsolie en zal Staatsolie ondersteunen waar mogelijk en waar nodig, in nationaal en in internationaal verband. Dan rest mij tenslotte de net aangetreden raad van commissaris te feliciteren met een benoeming en wens u vooral veel wijsheid, succes en daadkracht toe. Het volk van Suriname heeft hun vertrouwen in u gesteld. Gaat u daar niet lichtvaardig mee om, maar gaat u daar zorgvuldig mee om. Laat u en uw beslissingen leiden door uitsluitend de gerechtvaardigde belangen van het Surinaams volk. De raad zal de besluiten van de regering moeten uitvoeren. En dat zal in breed overlegverband gaan gebeuren, zodat we de juiste beslissing gaan nemen voor het bedrijf, voor de toekomst van het bedrijf, maar ook de toekomst van het land. Samen met de vicepresident
zullen wij erop toezien dat de raad haar werk goed doet, VP. En als wij vinden dat de mannen door ook op boem, dan gaan wij weer bij elkaar komen om beslissing te nemen, om hen beter aan te sturen. Want het is een te belangrijke sector waarbij we sturing moeten geven aan het beleid. Leden, uw handelen vandaag en morgen in samenwerking met de directie van het bedrijf zal richtinggevend zijn voor de toekomst van ons land op korte termijn, maar ook voor die van de komende generaties. Beseft u derhalve de verantwoordelijkheid welke u op u heeft genomen. Wat zijn we eigenlijk? Want dat is toch iets wat heel veel besproken wordt. Ik heb ook gemerkt dat het in het begin van de vorming van het kabinet vaak besproken is. Staatsolie heeft twee rollen. Staatsolie is het instituut. Het heeft een institutionele functie. Maar staatsolie heeft ook een commerciële functie. En de commerciële functie is de functie die veel mensen kennen. En de institutionele functie is eigenlijk waar staatsolie om bestaan heeft. Staatsolie is opgericht om te onderhandelen met buitenlandse maatschappijen over olie zoeken binnen de Surinaamse grenzen. Dan natuurlijk het leukste, wat zijn onze bijdragers geweest? In de afgelopen 10 jaar hebben we ongeveer $2 miljard bijgedragen aan de overheid. En wat gaan we in de komende 5 jaar bijdragen aan de overheid? In de komende 5 jaar denken we dat we ongeveer $965 miljoen gaan bijdragen aan de overheid. En dat zie je ook, dat heeft te maken met de olieprijs. Wij zeggen ook dat de olieprijs ergens tussen de $40 en $60 gaat blijven zweven. En je ziet ook dat dat inderdaad het geval is. Dat hebben we in principe gezegd in 2015. En je ziet dat vanaf 2015, alleen in 2016 was het een stuk lager met die 32. We verwachten ook in de toekomst dat we een prijs ergens zullen hebben tussen de $40 en $60 per barrel. En per troy ounce zie je dat het ergens gaat hoeveren tussen de 1200 en de 1750 maximaal. Dat gaan we volgend jaar krijgen. Ik denk dat er toch een keer een discussie moet komen tussen alle maatschappelijke partijen, de politieke partijen, niet alleen de coalitie, maar ook de oppositie erbij. Dat je de vakbonden erbij betrekt en het bedrijfsleven en zegt, wat willen we nu met het geld wat er komt? Hoeveel willen we daar nu in het stabilisatiefonds stoppen? En hoeveel willen we consumeren? Maar ook het consumeren is niet makkelijk. Want hoe je het ook draait of keert, als je plotseling 50 miljoen krijgt, als je dat 1 jaar krijgt, dan weet je dat wel op te maken. Maar als je het 2 jaar krijgt, en 3 jaar krijgt, en 4 jaar krijgt, bijvoorbeeld als volksgezondheid dat zou krijgen, dan is dat toch moeilijk om het op te maken als je niet van tevoren je instituten versterkt en zegt van, zoveel geld naar je toe komen in de komende 10 jaar, zorg ervoor dat je mensen aantrekt en projecten maakt om dat geld ook daadwerkelijk op te maken. Het is iets waar alle andere landen die olie hebben gevonden ons voor waarschuwen, ons voor gewaarschuwd hebben. Start die brede maatschappelijke discussie. Zorg ervoor dat je weet hoe je het geld gaat verdelen en zet het grootste gedeelte in je stabiliteitsfonds voor je kinderen en je kinderskinderen die daarna komen. En daarmee maak je uw droom waarheid. En wij zijn er om ervoor te zorgen dat we u daarbij helpen. Ik dank u voor de in mij gestelde vertrouwen om in de functie van president-commissaris te mogen dienen in dit bedrijf. Staatsolie is de toekomst van Suriname en ik mag u verzekeren dat ik samen met de overige RVC-leden met de nodige zorg en aandacht het bedrijf gaan leiden. De Surinaamse bedrijven die krijgen zeker de nodige aandacht om mee te helpen om dit bedrijf tot verdere hoogte te brengen. Wij kijken ook uit naar een goede samenwerking tussen de raad en de directie, het personeel, de aandeelhouder en iedereen die dus te maken heeft met dit sector. Ik ga geen lange
pleidooi meer kunnen houden, omdat de president een hele mooie geschiedenis heeft aangekaart. En het was zo mooi dat ik bijna niks meer aan heb om toe te voegen. Het enige wat ik jullie nog wil zeggen is, maak je niet druk, we zitten. Wij verwachten heel veel van de nieuwe Raad van Commissarissen. De regering heeft het besluit genomen om een nieuwe raad te benoemen. Wij willen het toezicht op het management van het bedrijf aanscherpen. We willen kritische begeleiding van het management. Wij willen ook ervoor zorgen, en de president heeft dat daarnet in zijn toespraak verschillende momenten benadrukt. Wij willen dat de spin-off uit de olieindustrie zoveel als mogelijk in Suriname blijft. De local content, zoals we dat noemen. Wij willen dat Surinaamse bedrijven moeten kunnen participeren optimaal in de olie- en gasindustrie. Wij willen dat arbeidsplaatsen gegarandeerd moeten zijn voor Surinamers. En wij willen dat de middelen uit de sector ten dienste komen van de totale Surinaamse gemeenschap. Dat is de nieuwe taak. Dat is de taak van de nieuwe Raad van Commissarissen. En dat is de verwachting van de regering. Minister, de directeur van Staatsolie, die heeft ook een presentatie gegeven waar u ook bij zat. Wat zijn uw bevindingen? Wij zijn, net als de directeur, ook hoopvol gestemd. Wij ondersteunen vanuit een afstand. Natuurlijk is de Raad van Commissarissen daar om direct namens de regering ervoor te zorgen dat het beleid van de regering wordt geïmplementeerd door het bedrijf. Met de directie gaan we mee. Wij hebben het geloof, wij hebben het vertrouwen dat het goed komt met de oliesector. Sowieso onshore, maar ook de recente ontwikkelingen op het gebied van offshore. Het Surinaams volk mag van ons verwachten transparant beleid. En wij gaan gewoon ervoor zorg dragen dat ieder Surinamer profijt kan hebben voor de winsten en verdiensten van Staatsolie. Is het een sterk team dat nu in de RVM zit van Staatsolie? Nou, u was er getuige van, dus u ziet dat wij dus heel sterk zijn vertegenwoordigd binnen de raad. En ik mag u wel zeggen dat wij dus echt voor het beste gaan. U heeft een presentatie mogen volgen van de directeur van Staatsolie. Wat zijn uw bevindingen? Nou, het is een heel heldere presentatie. En als wij dus, het is theoretisch, dus wij moeten het nog gaan uitvoeren. En als ik het zo gevolgd heb, dan zijn het heel goede voornemens die wij mogen verwachten. Hoe kijkt u uit naar de samenwerking? Nou, wij staan open voor een transparante samenwerking. Wij gaan niemand in de weg staan en wij gaan ook niet op de stoel van de directie zitten. Wij weten precies waar onze verantwoordelijkheden zit en dat gaan wij dus gewoon goed uitvoeren. Nou, mijn felicitatieboodschap is heel veel succes met uw nieuwe taak. Ik denk dat het een hele belangrijke taak is voor Staatsolie, maar vooral voor Suriname. We gaan natuurlijk een ontzettende spannende tijd tegemoet. En we hebben op 3 plaatsen al olie gevonden. En hoogwaarschijnlijk komen er nog meer bij. We moeten nu de juiste beslissingen nemen over de participatierechten. De Raad van Commissarissen gaat daar ongetwijfeld bij meedenken. We wensen ze heel veel sterkte, heel veel succes toe. En we kunnen ze helpen bij alles waarbij ze het nodig hebben. Maar het was vandaag gewoon een hele mooie dag. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat het voor het eerst was dat ik aan een algemene vergadering van aandeelhouders had, waar zowel de president als de vicepresident aanwezig waren. En dat is natuurlijk een hele eer voor Staatsolie. Het is heel mooi
En het is heel leuk, maar het is ook natuurlijk een pluimpje op het harde werken wat we gedaan hebben in de afgelopen 5 jaar. In de eerste plaats wil ik de uitgetreden Raad van Commissarissen bedanken voor het werk wat zij gedaan hebben voor het land, ook voor de staatsoliemaatschappij. En het is goed vandaag dat ook te benadrukken dat wij ook geïnformeerd zijn door de vorige raad wat hun activiteiten allemaal zijn geweest. En ook aangegeven hebben hoe zij het vervolgtraject ook zien. En ik hoop namelijk dat de nieuwe raad die is aangetreden heel goed ernaar kijkt. Samen met de leiding van Staatsolie. En ik wil de nieuwe raad die is aangetreden alvast feliciteren. Veel succes toewensen. Het is een tof job. We nemen het bestuur van Staatsolie over op een moment waarbij ons land in een ernstige crisis zit. Een ernstige, diepe financiële crisis. En weet u wat me pijn doet als president? Dat ik vandaag een presentatie gehad heb van Staatsolie. Waar Staatsolie zegt, in de afgelopen 10 jaren heeft men 2 miljard Amerikaanse dollar gegeven aan de staat. Begrijp je? En ik kijk wat we overnemen als nieuwe regering. Dan zouden wij als land een rijk land moeten zijn. Alle Surinamers zouden nu rijk moeten zijn. En dat is mijn opdracht geweest. Aan de nieuwe raad. De president-commissaris en de overige commissarissen. Dit geld gaat langzaam ook komen naar de staat. Alleen moet het volk daarvan profiteren. Het volk moet merken dat ze vooruit gaan met de inkomsten uit de olie en uit goud. En een deel wat we kunnen sparen gaat naar spaar- en stabilisatiefonds voor de volgende generatie. Maar dat wij ons land gaan ontwikkelen met dit geld, wat ik net gehoord heb, hoeven geen enkel belastingmaatregelen te treffen. In feite zouden we juist belastingmaatregelen moeten treffen, dat men minder belasting gaat betalen. En met de inkomsten uit olie en goud, want goud zijn we ook bezig om daar onze penningen binnen te halen, zouden we een prachtig land zijn. Dat heeft het volk beslist nu. Ga nieuw beleid maken. Ga nieuw bestuur zetten daarbij, Staatsolie. Dat wij als volk van Suriname maximum profijt kunnen trekken uit de inkomsten van Staatsolie. En dat is mijn verantwoordelijkheid als president, te zorgen dat het ook gebeurt. Ik denk dat de samenwerking goed gaat zijn. Ik denk dat Staatsolie is een heel transparant bedrijf. We hebben hele goede codes. We hebben precies de codes. Wat moet de supervisory board doen? En wat is de verantwoordelijkheid van de directie? Dat is iets wat we in een vroeg stadium gaan bespreken. Ik ben ontzettend blij dat een van de RVC-leden is aangebleven. Die kan daardoor de andere RVC-leden een klein beetje helpen bij de manier waarop wij werken. We werken niet echt in een cultuur van commissarissen en Staatsolie, maar we werken meer in subcommissies. Zo de Raad van Commissarissen gaat dan in subcommissies kijken naar de verschillende afdelingen. En dat werkt gewoon goed. Staatsolie is natuurlijk een gigantisch groot bedrijf. En we moeten ervoor zorgen dat we de Raad van Commissarissen op een juiste manier inlichten over hoe het gaat. We hebben een hele goede accountant, maar we hebben ook een hele goede internal control afdeling. Die ook rechtstreeks rapporteert naar de Raad van Commissarissen. Een hele vruchtbare samenwerking. Het moet een eenheid zijn. En dat is wat belangrijk is. Toen wij deze coalitie gevormd hadden, hebben we gedaan op basis van 3 principes. Eenheid in leiderschap, eenheid in beleid en eenheid van bestuur. Dat is precies wat ik verwacht. Eenheid tussen bestuur, gevormd door de president-commissaris en de leden van de Raad van Commissaris, met de directeur en de overige directieleden. Iedereen op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, maar wel op basis van collectieve inspanning. Dat we ons gaan inspannen om te zorgen dat Staatsolie goed gaat draaien. Dat datgene wat aan olie gevonden wordt, goed beheer en goed besluit genomen kan worden hoe om te gaan met onze olie. En dat volk daarvan mag profiteren. Maar tegelijkertijd
zij als regering, om voorzieningen te treffen, nationaal en internationaal, dat we met die olieproductie inderdaad heel snel voldoende kapitaal kunnen genereren om te kunnen participeren met de aandelen die Staatsolie daarin heeft, maar tegelijkertijd dat we uit die inkomsten kunnen gaan investeren naar gezondheid, naar onderwijs, naar veiligheid, naar infrastructuur, naar medicijnen, naar jongeren die naar school kunnen gaan en studiefinanciering kunnen krijgen. En tegelijkertijd ook sparen voor de volgende generatie. Maar geen enkel land komt vooruit als je alleen je toekomst zal baseren op één sector. Dus met die inkomsten investeren in die agrarische sector, met die inkomsten investeren in de toerisme sector, met die inkomsten gaan in die visserijsector, zodat je ook een stukje diversificatie hebt van je economie. En dat is die kracht van die spin-off van onze olie die we gevonden hebben. Maar dat is voor wat betreft het diversificeren van jouw economie. Maar ga na. Hoeveel organisaties in Suriname er niet zijn. Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven. Maak ze klaar. Train ze. Certificeer ze. Breng ze naar dat niveau. Dat zij maximum kunnen profiteren. Door deze oliefonds, door diensten te leveren, door goederen te leveren. En dat gaan we doen. Starten zo snel mogelijk met die discussie. Voor de local content. Dat we onze bedrijven ready hebben. Dat we een afje lasser komen voor door een seconde. Maar we trainen een lasser voor rokodjaas. Dat men niet naar het buitenland gaat om voeding te kopen voor al die mensen die op die boorplatform gaan werken. Nee, dat Surinaamse restaurants ready zijn om voeding te leveren. En uiteraard gaan er zoveel mensen hier komen van buitenland. Dat jouw luchtruim goed ontwikkeld is. De luchtvaart goed ontwikkeld is. Open sky. Luchthaven voldoende veiligheid heeft om mensen hier aan te trekken. Nou, daar zie je de toerisme sector ontwikkelen. Want toeristen kunnen ook hier aangetrokken worden. En onze toeristische bedrijven kunnen weer gaan profiteren. Dit is wat je noemt namelijk van de spin-off. En tegelijkertijd de local content goed voorbereiden. En dan krijg je inderdaad dat de totale samenleving gaat mee profiteren van de oliefonds. Dit is de grote opdracht die het nieuwe raad van bestuur gekregen heeft om samen met de directie dit te ontwikkelen en Suriname mede te helpen ontwikkelen tot een prachtig land.